Voorzitter, het is nu herfst in Nederland. Maar dat kan je natuurlijk zien aan de natuur en het weer. Maar het lijkt alsof Nederland ook in de herfststand staat. Discussies over thema's als vluchtelingen, de Vira-trein of de kleur van Zwarte Piet doen stormachtig aan. Zelfs ons nationale voetbalteam doet een duit in het zakje in ons herfstgevoel. Doordat ze zich niet heeft kunnen plaatsen voor het EK in 2016. En toen kwam ook nog eens het tragische nieuws dat Danny Blind bleef zitten. Niet te geloven. De bondscoach die mede verantwoordelijk was voor de traumatische afgang van Oranje, mocht gewoon doorgaan met het bederven van onze nationaal humeur. Ook als wij naar de Tielse begroting kijken, bekruipt ons datzelfde kattige herfstgevoel. Na al die zondige begrotingen van de laatste jaren zien we dat het moeilijker wordt om een sluitende begroting te presenteren. Ik wil er dan wel gelijk bij zeggen dat begrotingen door de grote variabelen daarbinnen, vaak gestuurd door huidig beleid, steeds meer gelijken op een dagkoersen. De conclusie van het CDA is dan ook: voorzichtigheid is noodzakelijk, maar sla daar niet in door. We hebben genoeg vertrouwen in de kracht van onze stad om op korte en lange termijn te blijven investeren in onze gemeente, in haar inwoners. We geloven heilig dat deze investeringen een gunstige invloed hebben op de aantrekkingskracht van de stad en noodzakelijk zijn voor onze inwoners en een verbetering van de centrumpositie in de regio. Hierover later meer. Voordat ik inga op de tweede voortgangsreportage, zou het CDA eerst een compliment willen maken aan diegene die onze vragen naar volle tevredenheid heeft beantwoord. Om maar gelijk positief te beginnen. Onze woonlasten zijn in Tiel een van de laagste in de regio. We hebben elk jaar afgesloten met een financieel overschot. Voor 2015 zal het nog een hele tour worden, gezien de verontrustende bedragen in de voortgangsreportage. Maar het CDA heeft er vertrouwen in dat we toch positief zullen afsluiten. Het weerstandsvermogen heeft nu de status van voldoende en dat moeten we blijven vasthouden. Met betrekking tot de transities en omvormingen en veranderingen in de zorg zullen we oog moeten blijven houden voor de zwakkeren in onze Tielse samenleving, met name voor de mensen die niet mondig genoeg zijn. Deze mensen vinden en helpen moeten een hoge prioriteit hebben om buitensluiting te voorkomen. Dit heeft het CDA ook geproefd tijdens de beeldvormingsavond over welzijn. De inzet van onder andere wijkrechercheurs, wijkcentra, die de ogen en oren zijn binnen de wijk, is hierbij een must. De rol van de mantelzorg is daarnaast vanuit het gedachtegoed van het CDA essentieel en verdient in het bijzonder onze steun. Vandaar dat wij grote waarde hechten aan het mantelzorgcompliment. De vraag van het CDA is hoe deze in 2015 gaat uitzien en wanneer kunnen we onze mantelzorgers hiermee bedanken. Met betrekking tot onze gemeentelijke dienstverlening heeft het CDA tijdens de bespreking van de vorige perspectievennota al zijn zorg uitgesproken. Wij vinden dat op het terrein van informatievoorziening de burger veel beter in staat moet worden gesteld zelf de regie te nemen. De gemeente denkt nog veel te aanbod gestuurd. Bijvoorbeeld als het gaat om iemand die beugels bij het toilet nodig heeft. De website meldt dat inwoners met dit soort vragen zich tot een medewerker moeten wenden. Terwijl in 9 van de 10 gevallen de inwoner het uiteindelijk zelf moet betalen, omdat hij zelf voldoende financiële middelen heeft. Als je als overheid eerst de bewoner naar binnen trekt door te zeggen: kom met ons praten, en hij krijgt dan te horen dat hij het zelf moet betalen, is dat vervelend. Als op de site de informatie beter is, schep je minder of andere verwachtingen. Het CDA wil wederom aandacht vragen voor het zwerfafval in onze stad. Op sommige plekken is het echt een zootje. Het is een van de grootste ergernissen voor inwoners. De gemeente en ook de inwoners zelf moeten hier echt mee aan de slag gaan. Ondanks de extra middelen die zijn ingezet, hebben we nog niet het idee dat de voortgang is geboekt. Kan het college ons informeren over de voortgang hieromtrent? Bijzondere aandacht is gewenst in dit kader voor de binnenstad, de huiskamer van de stad. Dat betekent een hoog extra kwaliteitsniveau, want dat nodigt mensen uit om naar je stad te komen. Zeer belangrijk voor onze winkeliers die het al moeilijk genoeg hebben. Ten slotte willen we onze zorg uiten dat steeds meer mensen geen betaald werk meer hebben. De cijfers van de ontwikkeling van de Tielse werkeloosheid is zorgwekkend. We weten dat we qua bevolkingssamenstelling extra gevoelig zijn voor economische tegenwind, maar toch kunnen wij het moeilijk verkroppen dat we zo'n hoge werkeloosheid hebben,
terwijl onze fruittelers haast geen mensen kunnen vinden die helpen in de boomgaarden. We zouden het college willen vragen hoe dit toch komt en wat zij eraan kunnen doen om meer Tielse werklozen aan betaald werk te krijgen, al is het maar seizoenswerk. Verder nemen wij kennis van de tweede voortgangsrapportage. Voorzitter, dan nu de begroting 2016, die voor ons ligt. Deze ziet er, zoals ik in het begin van mijn toog al heb aangegeven, enigszins zorgelijk uit. Des te belangrijker dat we deze lastige periode samen aangrijpen om te kijken of het mogelijk is zaken zodanig aan te vliegen dat er kansen ontstaan. Het is onze overtuiging dat we met minder meer kunnen bereiken als we als lokale overheid meer verantwoordelijkheid aan bewoners aan hun eigen woonomgeving durven te geven. Ook slim samenwerken met de gemeente in de regio biedt mogelijkheden. De BSR, de AVRI en ODR laten bijvoorbeeld zien dat je met fors mindere kosten toch een behoorlijke dienstverlening kan leveren. Dat neemt niet weg dat wij vinden dat samenwerken in onze regio nog beter kan of zelfs moet. Als de CDA kijkt hoe het nu verder moet met de regio Gevierland, dan willen we inzetten op een gevarieerde regio met Tiel als centrumgemeente. Het uitgangspunt is dat onze regio bestaat uit veel dorpen en steden met ieder een eigen cultuur. Het is ook belangrijk dat dit te behouden. Je zou je kunnen afvragen wat is eigenlijk nog de functie van zo'n centrumgemeente? Gaat het om een centrale plek in de regio waar je boodschappen kan doen? En naar theater of bioscoop kan gaan? Om een plek waar een streekziekenhuis is? Of gaat het om centrale voorzieningen op het vlak van jeugd- of verslavingszorg? Natuurlijk. Maar als het alleen dit zou zijn, zou je volgens ons tekortschieten als centrumgemeente. Naar de mening van het CDA moet Tiel daarnaast veel meer initiatiefnemer zijn van zaken die we als hele regio, die de hele regio sterker maken. Zo wil bijvoorbeeld de provincie Gelderland de aanleg van breedband het internet stimuleren. Het gaat om die gebieden waar maakpartijen de komende tijd niet in geïnteresseerd zijn. Ook de Tweede Kamer ziet de noodzaak van versnelde aanleg van breedband internet ook in. Op 15 oktober jongsleden is de motie van het CDA daarvoor aangenomen. Het kabinet wordt hierdoor tot actie gemaand om de regelgeving die aanleg van breedband internet verstoren en al nodig vertragen aan te passen. Kortom, een uitgelezen kans voor regio Vierenland, die op dit moment een van de snelst ontwikkelde regio's van Gelderland is. Tiel moet deze handschoen mede oppakken en de andere gemeenten in onze regio meenemen in deze ontwikkelingen. We dienen hiervoor samen met de VVD, D66, Partij van de Arbeid, ProTiel en ChristenUnie een motie in. Ook bij de invulling van de regionale speerpunten als agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme zien we Tiel in de rol van voortrekker. Betekent dat nu dat Tiel de kar in zijn eentje moet trekken? Nee, zeker niet. We moeten het wel met elkaar doen en ook de andere gemeenten kunnen op bepaalde terreinen het voortouw nemen. Maar het CDA ziet het wel als taak van een centrumgemeente om te initiëren en iedereen erbij te betrekken. Laten we daarom niet streven naar een hele grote gemeente, maar wel naar een sterke regio met Tiel in het centrum. Ons inzien past het ook in de lijn van de visie van onze provincie. In de adviezen van sterk bestuur kunnen we immers lezen dat steden zoals Harderwijk, Doetinchem en Tiel deze rol hebben in de regio, ook bij de invulling van de gebiedsopgave. Met betrekking tot ons pleidooi om snel te komen tot breedbandinternet willen we naast alle economische belangen voor bedrijven in het buitengebied, het onderwijs en internationale handel, inzoomen op de zorg. De zorg verandert sterk door toenemende vergrijzing. Tegelijkertijd wordt er in de zorg bezuinigd. Langer zelfstandig thuiswonen is dan ook steeds vaker een oplossing en het aantal mogelijkheden om gebruik te maken van zorg op afstand neemt toe. Bijvoorbeeld een doktersconsult via webcam, coaching op afstand en een camera die hulpdiensten alarmeert als er lange tijd geen beweging in een woning is. Een hoogwaardige glasvezelverbinding is daarbij onontbeerlijk. Want hiermee kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de huidige toekomstige mogelijkheden op het gebied van zorg op afstand. Ouderen kunnen zo langer in een vertrouwde omgeving blijven wonen en daar zorg ontvangen. Voorzitter, om gezond te blijven is het belangrijk om naast gezond eten ook te bewegen. Sport en bewegen zijn niet alleen gezond,
maar dragen in verenigingsverband aan versterking van de sociale samenhang. Onderhoud en tijdige vernieuwing van onze sportaccommodaties vragen daarbij blijvende aandacht. Na goedkeuring van deze begroting wordt de vernieuwing van de toplaag van hockeyveld gerealiseerd en atletiekvereniging Astilos krijgt een bijdrage voor de renovatie van een atletiekbaan en daar zijn we als CDA blij mee. We vinden het wel buitengewoon zuur dat we ook niet voor de voetbalclub Waddenooien de benodigde kunstgrasvelden kunnen aanleggen. De begroting laat op dit moment dit echt niet toe. Immers, het dekken uit een weerstandsreserve is geen dekking wat verstandige partijen zouden moeten willen. Maar het is waar dat inderdaad de voetbalclub de kosten fors hebben omlaag hebben gebracht en dat is te waarderen. Maar dat betekent ons betreft niet dat we de noodzaak van deze velden niet zien. En we willen nog steeds ons stinkende best doen om toch die gelden ergens in 2016 te vinden. En wat mij betreft zien we dat als een inspanningsverplichting en dat zullen wij als CDA vandaag ook aan hen willen toezeggen. Voorzitter, het is nog steeds herfst. Maar zoals u van het CDA gewend bent, wil ik toch zondag afsluiten. De volgende keer, als we de voortstrijdreportage bespreken en met de perspectievennota ons voorbereiden op de begroting 2017, zal het zomer zijn.